Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het CAIO en de Rabobank. Goedendag, dit is alweer de derde aflevering van CIO TV. 10 minuten lang paardensport op het allerhoogste niveau. Met erin vandaag als hoogtepunt de landenwedstrijd springen. Dat is een spektakel dat iedereen wel wil zien, zo ook prinses Beatrix. Eigenlijk elk jaar wel een trouwe bezoeker in het Kralingse Bos. Welkom bij CIO Rotterdam. Ja. Zo, dag. Mooi bloem van jou. Wat zijn die super mooi. Ben jij ook, hè? Duidelijk. Straks dus de landenwedstrijd springen, maar nu eerst iets heel anders. De stuntpaarden van de Future Guys. Kom maar, jongen. Ja, het is een vrij bijzonder paard. Het is, niet ieder paard is hier zomaar voor geschikt. Het is voor ons voor de show natuurlijk mooi dat hè, wat kleur heeft, wat bont en Scotty die is dan kruisend met een paint en er zit wat Arabisch bloed ook doorheen. Hij is wat smaller eigenlijk als een echte paint. Ook wat meer temperament. Maar ja, voor ons heel belangrijk dat die paarden natuurlijk gewoon betrouwbaar zijn. Het is gewoon super gaaf. Het is kei leuk om te doen en je maakt de mensen blij mee en iedereen is altijd kei enthousiast. Wij gaan zo met z'n allen, dus we zijn met zessen, rijden we dan de ring binnen en gaan we eerst een paar keer rondrijden. Daarna stellen we op en dan gaan we om de beurt doen, doet iedereen zijn stunts en ja, laten zien wat hij kan, zeg maar. We zijn gewoon een heel mooi team met elkaar. We zijn ook, hè, behalve de show, ook wel echt een vriendengroep. En ja, je komt overal. De ene keer sta je op een klein evenementje voor 50 man. En de andere keer sta je op een of ander heel groot uitverkocht concours voor 50.000 man. En dat maakt dat verschil, dat maakt het wel heel mooi. Mooi showtje. Ging goed hard, goede bodem. Ja, was eigenlijk gewoon top. Was niet heel veel publiek, maar wat er was, was wel goed enthousiast. De stunts gingen goed. Was gewoon, Nu gaan we de paarden even uitstappen en ze weer af laten koelen. Dan gaan we weer naar huis. De paarden die op het CAO rijden zijn vaak heel veel geld waard en worden ook in onze regio opgeleid. Nou, ik ben Judy de Winter. We zijn hier in Strijen en ik verkoop dressuurpaarden. We vlechten ze in, poetsen ze natuurlijk zo goed mogelijk. De glitters en glamour gaan er bij ons op. Dus ook olie op het snuitje. Zorg gewoon dat ze perfect eruit zien. Als je zegt, joh, ik zoek jong paard van 8 jaar met de potentie voor Grand Prix. Ja, dan kun je wel eens over tonnen praten en nog veel meer. Maar praat je over een paard wat gewoon een leuke schoolmaster is. Waar je lekker mee kan draaien, waar je plezier mee kan hebben. Die toch een goed karakter ook heeft. Dan zit je zo rond de 40.000 euro. Maar dit is wel ongeveer hoe de paarden eruit gaan zien. Allemaal mooi eruit. En je moet alleen die ogen schoonmaken. Want ja, sorry, de klant is er nog niet. Dus we kunnen nu nog steeds corrigeren. Maar kijk eens, kan niet. Het organiseren en het rijlen en zeilen en zorgen dat het allemaal perfect loopt, vind ik altijd moeilijk. Ja, maar het is niet goed. Help haar anders eventjes ermee, want dit is echt slecht. Bel en je hebt precies hetzelfde probleem. Je hebt het bij allemaal zo gedaan. Ja. Ja? Dus dat is niet goed. Je moet echt precies zijn. Ja. Het is aardig onder druk werken voor iedereen. Dadelijk, als het dus losbrandt, om het zo te zeggen, dan staan we allemaal onder druk. Allemaal.
zo op het moment dat de klant komt en die ziet zo'n paard staan en er zit criss-cross een paar vlechtjes, dan weten ze gewoon van, nou, er is geen aandacht aan besteed. Ja. En op het moment dat jij ervan houdt en aandacht toont aan zo'n paard, dan gaat zo'n klant er ook van houden. Ja, zo werkt het. Ja. Op het moment dat dan de klant komt en ze hebben de paarden bekeken in de stallen. Kunnen jullie voortaan zorgen dat je ook nog een borstel eroverheen haalt? En gezien hoe mooi ze zijn en ook al een klein beetje een band opgebouwd. Dat is ook een hele belangrijke. Kom op, nadenken met z'n allen. Dit is kutwerken. Dan gaan wij presenteren. Dus dat houdt in, we gaan naar de binnenbaan. We zetten alle lichten aan. We zorgen spots aan. En dan gaan de paarden één voor één presenteren zich in de binnenmanege. Ze kunnen pas verder met dat paard als ze verliefd zijn. En hoe maak je ze verliefd? Ja, dat kun je manipuleren. Hè? Dat zal ook wel op die datingbureaus zo gebeuren. Maar voor ons gebeurt dat ook. Wij manipuleren dat. Wij zorgen dat ze inderdaad ook oogschaduw op hebben en lippenstift. Ja, het klinkt even stom, maar, maar zo is het wel. Wij geven ze bijvoorbeeld altijd snoepjes, zodat de oortjes naar voren gaan. En dan kijken ze liever. En als dan zo'n vrouwtje zo'n paard zo lief ziet kijken, ja, dan kan je wel eens verliefd worden. Oh, the next one you will really like. I have a feeling already with you. You might think I'm a little bit crazy when I say that. You've done it for a long time. I am doing this for a very long time. Het is misschien een hele gekke vergelijking. Maar ik denk dat iedereen zich dan wel ietsjes meer kan voorstellen wat het is als iemand een paard komt kopen. Helemaal van over de wereld gereisd om er één te kopen. Het is eigenlijk zoeken hetzelfde als dat je naar een man zoekt. Als je als vrouw een man zoekt, is het precies hetzelfde verhaal. Dan is het tijd voor de landenwedstrijd springen. Dat is een van de 9 wedstrijden die onderdeel uitmaken van de Nations Cup. En die werd vorig jaar nog gewonnen door Nederland, de wereldkampioen. Alleen in Rotterdam wil het de laatste jaren maar niet lukken. In 2001 won Nederland voor de laatste keer de landenwedstrijd op het CIO. En ook dit jaar doet Nederland het weer niet goed. En het gaat eigenlijk al mis bij de eerste combinatie. Dit is wereldkampioen Jeroen Dubbeldam met zijn paard Zenit. En zij krijgen in de eerste omloop 4 strafpunten tegen, in de tweede 8. En omdat van zijn teamgenoten alleen Gerco Schreuder foutloos blijft, eindigt Nederland met 13 strafpunten als wereldkampioen op een teleurstellende 5e plaats. Het zijn de beste paarden en de beste ruiters ter wereld die in actie komen in Rotterdam, maar ook bij hen wil nog wel eens wat misgaan. Dit is de Braziliaan Yuri Mansour Guerrios met zijn paard Cuneto K. Dat paard is een beetje bang voor water, lijkt het wel. Ja, en daar kan je toch een aardige liesblessure bij oplopen. En zo te zien is het paard ook nog eens een hoefijzer kwijt. Ja, het geeft eens te meer aan hoe knap het is dat het bij de andere ruiters wel goed gaat. Brazilië doet in elk geval niet meer mee voor de overwinning. Die strijd gaat tussen Engeland en Frankrijk en het gaat allemaal om deze laatste ruiter van Frankrijk. Jérôme Hurel met Quartz Rouge. Engeland is klaar en heeft 5 strafpunten en als Hurel foutloos blijft, dan wint Frankrijk. Maar maakt hij een fout, dan volgt er een barrage. En als hij er langer dan 80 seconden over doet, dan volgt een tijdsoverschrijding en ook dan wint Engeland. Kijken hoe het gaat met Urel. Tot nu toe nog foutloos. De waterbak gaat goed. Frankrijk als land vorig jaar 2e van de wereld. En daar gaat de eerste bak vanaf. En omdat hij het rustig aandeed, lijkt het alsof hij niet binnen de tijd van 80 seconden gaat blijven. En dan gaan de Engelsen in Rotterdam winnen. Nog 8 seconden te gaan, nog 7 seconden. En dan weet iedereen het al. Engeland, zij gaan deze landenwedstrijd winnen. Het hoogtepunt van de vrijdagavond. Hier zijn de 80 seconden voorbij en dan weet Urel het ook zelf. Hij wint niet met Frankrijk. De winnaars van vorig jaar, Frankrijk dus, worden nu 2e. De overwinning gaat naar Groot-Brittannië. Zij winnen de landenwedstrijd bij het CIO. Het hoogtepunt van de vrijdag, het hoogtepunt van de zaterdag, is de kuur op muziek. Hi, ik ben Laurens van Lieren, directeur sportief op het CIO Rotterdam. Verantwoordelijk voor de dressuur. En de dressuur heeft haar hoogtepunt op zaterdagavond, de kuur op muziek. Ieder jaar uitverkochte tribunes, ieder jaar volop spektakel. En waarom is dat? Het is 's avonds laat, het is feeriek uiteraard in het Kralingse Bos. De paarden zijn op hun best, de ruiters zijn op hun best. En het is een combinatie van de muziek uiteraard, gecombineerd met de beweging van het paard die emotie oproept bij de mensen. Vroeger was de muziekkeus nogal oudbollig bij de kuur op muziek. Van klassieke muziek uiteraard tot met de Beatles. En hooguit werd een keer Europe met de Final Countdown gebruikt. Hoe vaak hebben we die wel niet gehoord? Tegenwoordig is het veel jeugdiger, veel jonger. Muziek van Adele tot en met de laatste nummer 1 DJ van de wereld.
Het is echt swingend, het is echt ja, wat de sport nodig heeft. Jonge mensen, jong publiek en fantastische sport. En dat ziet u dus morgen in de laatste aflevering van CEO TV. Heel erg graag, tot dan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het CHEO en de Rabobank.